Ik vind het altijd leuk om even terug te blikken bij de mooie momenten die we al sinds de vorige keer dat we een half jaar geleden bij elkaar kwamen hebben gehad. En ik noem er maar een paar. Maar we hebben een fantastische december gehad met een prachtige Lightson, maar ook een prachtige Day of Peace. De laatste van Romeo toen hij nog bij Primera werkte. En we hebben ook een geweldig kerstdiner gehad. Toen kwam de nieuwjaarsborrel, waar ook de transitiehub is geopend. We hebben 11.04-dag gevierd, waar Chamee heel veel initiatieven aan elkaar heeft zich laten voorstellen. En jullie hebben net al van mij gekregen, sommigen, om even door te geven, een magazine. Trots op de wijk. Ik wist niet wat ons overkwam. Dit dropte zomaar in de e-mailbox. Ja, we hadden wel een interview gehad, maar wij wisten niet dat er zo'n magazine werd gemaakt waarin de K-buurt als voorbeeld werd gezet, eigenlijk voor heel Nederland. Voor probleemwijken die gewoon wel voordoen, hoe krijg je verbinding, hoe krijg je met een buurtplatform verbinding. Ik ben er heel trots op en we zijn echt op weg met elkaar. Mensen, echt even een applaus voor onszelf, een applaus voor jullie. Er zijn ook een paar dingen die iets minder zijn gegaan. Zo was er verkiezingen en opeens stond in de krant dat wij de laagste opkomst zouden hebben. Nou, dat bleek uiteindelijk verschillende definities van K-buurt te zijn. Dus we hebben nog gezegd, nou noem dat stukje dan Konijnenland of zo. En uiteindelijk zijn wij dankzij Hans Mooren van het bestuur die achterin zit, beland bij hoofdonderzoek en statistiek in de stad. En hebben wij gevraagd, kunnen die lijntjes die nu niet de K-buurt definiëren niet anders getrokken worden? Nou, dat kan. Daar zijn we mee bezig. Want dan kunnen we ook per buurt getallen krijgen en statistieken. Dus dat is nog work in progress, maar we zijn er wel op bezig, want het stoorde ons dat de K-buurt eigenlijk zo negatief ineens in het nieuws zou komen. Daar zit een heel verhaal achter, is allemaal op de appgroepen gedeeld. Het andere wat er is gebeurd, is dat het hele buurtbudgetproces, hoofdpijn, dat gaan we niet nu helemaal uitleden, dat staat ook op de website. Maar er is sinds de vorige bijeenkomst die we hadden, in 8 december, door het bestuur een bezwaar ingediend. Normaal als je een bezwaar tegen een subsidietoekenning van het deels verlenen van die subsidie, duurt dat ongeveer 8 weken en dan heb je een hoorzitting. Inmiddels wordt dat 7 maanden. De termijn om het geld uit te geven loopt af op 10 december. Dus we lopen sowieso knijp. Dus dat is weer meer hoofdpijn. Nou, dit hele proces heeft mij ongeveer 2 volle dagen per week gekost het afgelopen jaar. En dit is echt gewoon niet fijn. Dus dit is echt wel hoofdpijn. Maar er zijn gelukkig, zoals ik zei, ook hele mooie dingen.